Yo, wat up gasten, welkom bij een nieuwe aflevering van Banjopia met vandaag. Wat een hel. Ren! Als een mogol, want daar zit er nog één. Oh, mijn huis. Ik ben niet zo goed hierin hoor. In het geconcentreerd normaal fucking klikken. Ik ben meer van het achterlijke om me heen klikken, zeg maar. Dat is mijn methode. Dit is Banjopia. Banjopia. Niet dan? Deze avond duurt lang. La 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 la. Avond duurt lang. Op hardcore mode versla ik dus iedereen. En niemand kan mij aan. Het is zo gemeen. Hardcore mode in Banjopia. Hardcore mode, ja, ik ben niet te verslaan. Nou, kijk mij nou eens gaan, ik ga er tegenaan. Hardcore mode, ik sla iedereen op hardcore mode. Ik maak jou dood en dat op hardcore mode. Oh gast, het is nu echt wel leuk. Kijk Bardo, nou dan is op hardcore mode. Oh, het is toch zo'n feestje op hardcore mode. Ja, dat was wel even genoeg van het gezang. Je weet misschien, Bardo, wat ben je allemaal aan het doen hier? Ik ga het gewoon even een stukje uitleggen. Ik ga hier een bad maken. Maar Bardo, technisch gezien, als je, weet je wel, dit op dit niveau speelt, waar maak je dan een bad? Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Ik weet het allemaal ook niet. Ik vind het gewoon leuk om een bad te maken. Ik denk, ja, ik kan toch niks doen en ik moet wakker blijven. Hey, jee, mensen, ik ben hier aan het presenteren, oké? Okay? Jij daar. Op het dak. Oké, hij is via het dak. Hij is op het dak. Klootzak. Hij zit op het dak. Of niet? Ik zag hem net hier. Is het nu zo dat die spin op het dak zit of niet? Niet dat ik me heel veel zorgen om ga maken. Want hier, kom maar. Ja, hoppakee, ik wist het. Dus de spinnen kunnen wel op het dak. Oké, dan gaan we daar iets voor doen. Kijk, net als je denkt dat Bardo klaar is met zijn verdediging. Nee hoor. Ik wil gewoon de beste, godse gruwelijke verdediging. Maakt mij niet uit hoeveel werk erin zit. Al zit ik hier nog 5 afleveringen aan te werken. De fucking banjo muur die gaat hier staan, jongen. Hoppakee. Ik zit hier ook echt even zo van, ja, fuck it. Prioriteit. Ja, nee. Weg jij. Oh, wat wel cool zou zijn hier, is als ik hem zo doe. Kijk, dan gaan we hem hier zo. Net iets ervoor, zo. Oh, het is trouwens weer dag geworden. Jee, we hebben de nacht overleefd. Anticlimax. Ja, ik had zelf ook even misschien een iets groter momentje kunnen maken. Wat doet hij nou? Ga weg. Fucking kut, creepers. Kut, ik kan de creeper ook niet zien. Oh, wat een hel. Wat een hel, wat een hel, wat een hel, 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 wat een hel, wat een hel, wat een hel, 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 wat een hel, wat een hel, wat een hel, hel, hel. Wilhelmus is een hel. Wat een hel, wat een hel. Ik zit hier echt lekker, ja, te kutten. Ik kan het niet anders maken dan dat eigenlijk. Ik zou heel, heel graag een ander woord willen vinden, maar ik ben gewoon aan het kutten. Kom op, zet dat blokje daar neer. Ja, maar laat maar, fuck dat blokje. Wat heeft die creeper? Oh, hij kan toch niet bij mij, hè? Lol. Ik klik op het randje toch. Oké, wat we gewoon gaan doen nu is... kut. Ik heb te weinig voor de kobbelmuur. Dit is niet slim. Er zit daar buiten een creeper. Ik wil van de creeper af.
gedachte-idee had ik ook niet per se om te doen. Creeper! Nee! Ren! Ren! Als een mogol, want daar zit er nog één. Oh, mijn huis. Oké, dat was één. Kom op! Twee creepers! Motherfuckers. Dit is het gevecht der gevechten, hoor. Tweede slag. Kom op. Oké. Oké, nog één te gaan. Ja! Jezus Christus zeg, hoeveel creepers zijn er nu nog? En even daarop, daar help ik mezelf even mee. Zo, spart mij dat werk zo meteen. Ah, hij is ontploft! Oké, dit gaan we dus niet doen. Geen gracht rondom het huis. Dat is echt een waardeloos idee geweest. Ik weet ook niet wie dat heeft verzonnen. Nee, niks in de buurt. Mooi. Pak ik gewoon even snel alles op. Ja hoor. Oh man. Ja, dan maar zo. En dan, ja, dit is goed zo. Oké. Oh, er stond daar gewoon een skeleton. Holy shit. Nou, daar kom ik mooi weg. Ik haat skeletons. Ik ben heel slecht met skeletons. Ik ben er net achter gekomen dat ik beter ben met creepers dus dan skeletons. Daar ben ik blij mee. Nou hoop ik dat ik nog wel beter kan worden met creepers in alle eerlijkheid. Het is niet mijn allerbeste kant. Dit is echt een diehard survival gewoon. Dit is afzien. Afzien en opbouwen. Dat is waar wij mee bezig zijn. Oké. Laten wij hier anders even op. Oké, doen. En dan kunnen wij ook nog zo. Oh, daar zo. Yeah. Ah, ik klik verkeerd. Verschrikkelijk. Kan Minecraft daar niet iets aan doen dat je nooit meer fout kan klikken? Een soort autocorrect 1.0 voor Minecraft. Zoals nu. Ik haat het als ik fout klik. Ik klik daar, maar er gebeurt niks. Nee, ik moet die weghalen. Oh, dit is zo'n kutramp. Ik klik daar, maar er gebeurt weer niks. Oh, halen we die weg. Weg met die. En dan kunnen we daar dat blokje neerzetten. Dan kunnen we die daar. Kijk, yay! Kom op. Dit is even weer uitvogelen hoe ik dit ga doen, hoor. Ja, die kan dan zo. Met een schep. YOLO toch? YOLO! Ah, kom! Die fucking vertiefde klikfoutjes, hè. Die zijn zo ongelooflijk irritant. Ja. Kijk dan. We komen er wel uiteindelijk ooit.
Ja. Ja, ik zit echt even zo van, ja, wat wil je dat ik hierover zeg? Ik heb dit nu al 300 keer uitgelegd en nu is het bijna klaar. Ik ben er zo blij mee als het klaar is gewoon. Ja, het is zo focus even van oké, daar. Ja, omdat ik het gewoon telkens de hele tijd aan het verkeerd klikken ben, daarom. Ik ben niet zo goed hierin hoor. In het geconcentreerd normaal fucking klikken. Ik ben meer van het achterlijke om me heen klikken, zeg maar. Dat is mijn methode. Oh, wat een hel. En nu is de bedoeling dat ik hier zo nog door kan lopen. Nou, dat is nu wel redelijk gelukt. Gaan we deze weghalen. Op zich, we weten niet zeker wat mijn huis gaat worden. Dat weet niemand nu nog. Maar ja, het ziet er wel leuk uit op zich. De denkwijze, laat ik het dan zo zeggen. De denkwijze is wel leuk op zich.